In de winter is de haven aan de strandboulevard Harderwijk voornamelijk leeg. En dat terwijl het ook in de winter zo prima toeven is in de oude Hansestad. Dat is ook de mening van Russell Sherwin en zijn vrouw Gaëlle Ribot. Oorspronkelijk respectievelijk afkomstig uit Nieuw-Zeeland en Frankrijk. Met hun twee kinderen van 5 en 8 waren ze de hele winter op het schip de Vrijbuiter te vinden aan de strandboulevard. En ook in de winter hebben ze volop genoten van de gastvrijheid van Harderwijk. Over de winter in Harderwijk, ook de havenmeester Erik Westenberg vindt dat een goed idee, zoals hij later in de film vertelt. How come here? We came into the Netherlands about a year ago. The thing was that we never realized how beautiful the Netherlands were or is, and how much water there is to sail on. So we've done about 3,000 kilometers up to date, and we've been here in Harderwijk since late November. Okay, then why Harderwijk? It was lucky, actually. We came back from Friesland up north, and I started to look in the river because people were saying the season's going to stop. You must be in the winter somewhere. So I looked on the map and I rang the harbour masters here, super friendly. So we decided to come and have a look, and we spent 2 weeks looking, and then we liked it. So we said, yes, this is our a winter spot. So it was lucky, really. And why wintering here? Well, we'd never spent a winter in the Netherlands. I've been here on various occasions and I know it can get really cold. But once we had a look around and where the hospitality of the place was amazing. There's plenty of little restaurants and everything you want's here, and swimming pools, and so it was just the friendliness of the place. Everything's secure, so it was just something we said, yeah, we're real comfortable to lie here over the winter. Harderwijk not only is a very pretty city with like historical buildings and things like that, but has got lots of restaurants. We don't have a car, so we can walk to the Dean or the Albert Heijn. Easy for us to live. The library is excellent. They made us member cards, which was great. It's a super safe city. So pleasant to be here. So we've really loved it. We've seen the Sinterklaas come here in the harbour. The girls loved it. We've been in the ice skating rink in the winter, in December. And yeah, everything's been excellent. We really love this little town. Wij staan hier naast de havenmeester. Een van de, Erik Westenberg. Een van de vier. Oké, een van de vier. Is het ooit eerder voorgekomen dat iemand zo lang in deze haven heeft gelegen? Nee, deze familie heeft wel het record gevestigd. En er is er nog een driemaster geweest van de winter voor de Sier. Daar leefde niemand aan boord. Een ander stel heeft de andere kant bij de Vispoortbrug met een platbodem gelegen, maar niet zo lang als onze Nieuw-Zeelandse vrienden. En een Harderwijk als overwinteringshaven, is daar iets voor te zeggen? Ja, ook als in de zomer blijf je in de winter hier natuurlijk een randje binnenstad. En we weten dat in Harderwijk de binnenstad ook in de winter blijft bruisen met allerlei activiteiten. En daarna natuurlijk het comfort dat het bakkertje zit om de hoek en de supermarkt dichtbij. Het is geen beleid, maar wel welkom. Ja, we moedigen het zelfs aan, want voor ons is de winter vaak het werken achter de schermen. En dat vinden we natuurlijk minder leuk dan het contact met onze bewoners hier in de haven. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde? Jazeker. Ook in de winter? Juist in de winter. Belangstelling om ook in de haven van de strandboulevard te overwinteren? Neem dan contact op met de gemeente Harderwijk. Telefoon 0341 411 911. Tot ziens aan de haven van Harderwijk.